Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel er op en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws: van dressuur en springen tot mennen en eventing, en van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo en welkom bij onze podcast. Mijn naam is Mirjam Hommes. Vandaag is aangeschoven mijn collega en voormalig internationaal springruiter Marcel Duvoer. Welkom Marcel. Hallo Mirjam. We gaan het natuurlijk hebben over het NK springen in Deurne, de afgelopen weekend, afgelopen week. Marcel, ik hoop dat je genoten hebt. Ja, ik, ik was daar niet persoonlijk. Ik heb alles gezien via Clip mijn hoors. Oh, wat goed. Ja, ik heb ervan genoten. Ik heb ervan genoten. Dat doe ik wel elk jaar over het kampioenschap, omdat het kampioenschap is toch iets speciaals. En je ziet heel veel Nederlandse combinaties, dus je krijgt echt een hele goede indruk. Laat ik het zo zeggen: degene die zich willen laten zien, die zijn ook verplicht om hier aanwezig te zijn. Dus alle ruiters die zeg maar een uh, vinkje achter hun naam willen hebben bij de bondscoach, die moeten naar het NK. Ja, precies, precies. Het zegt dus wel, bijvoorbeeld, wat dat Ma uh, Mark Houtzager naar een ander concours is gegaan. Ja, dat vond ik ook heel opvallend. Dan was hij wel gelijk tweede geworden. Dus, ja, dus was op ja, ja, zich voor ja. hem heel prettig. Ja, vol, volgens mij heeft Mark de insteek van: er zijn uh, drie of vier betere. En ik kan beter mijn eigen programma maar gaan invullen. En uh, mocht de, de nood aan de man is, ze weten wat, wat, wat mijn paard kan en wat ik kan. En dan bellen ze me. Ja, ze hebben mijn telefoonnummer. Ja, ja, precies, precies. Ja, dat was inderdaad opmerkelijk. En Toch weer goed, hè? Dan te tweede in zo'n grote prijs. Netjes. Ja, zeker, was heel netjes. Laten we even beginnen als we het over het NK hebben met het belangrijkste kampioenschap. Dat van de senioren. Ja. Uh, Michael van der Vleuten was vorig jaar kampioen natuurlijk met Obelie. Ja. Hij was nu met Divis aanwezig. Harry Smolders reed met Mr. Tak of Mr. Tak, het nieuwe paard. Ja. Willem Greven zat natuurlijk zijn comeback met Grandorado. Jur Frieling heeft een ander paard. Jourdain. Kim Emmer heeft nog steeds een relatief nieuw paard. Imagine. Hoe zag jij dat van tevoren? Wat was jouw inschatting helemaal voorafgaand aan het kampioenschap? Um, het, het was moeilijk in te schatten, want het, het duurde in principe vrij lang voordat je echt wist wie definitief mee zou doen. Ik, ik noem maar wat: Willem Greven, die stond oorspronkelijk met, met één ander paard ingeschreven. Grand Dorado stond niet ingeschreven. Okay. Hij had Merry ingeschreven en Minuteman, geloof ik. Mm -hmm. Maar ja, toen die lijst eenmaal bekend was, toen was voor mij Greven. Uh, ja, Veruit de favoriet. Wel echt de topfavoriet. Het was ja. jou wel, wel duidelijk dat de Grand Dorado zo ver was opgebouwd dat dit mogelijk zou zijn. Ja, maar dat hebben we toch kunnen zien. In de Boswon niet toch op zondag, dat hij in 50 al op een hele mm -hmm. imposante manier. Dus die was al terug. Ja, wat hebben we geleerd van het kampioenschap? Dit is misschien een beetje een tuttige uh, vraag, maar ik ben er wel benieuwd naar. Van de senioren hebben we in principe niks geleerd. Wel, beve wel bevestiging gezien. Oké, okay, gelukkig. Ja, ja, nee, er is niks gebeurd waarvan je zegt van, goh, dit gaat nog eens, dit gaat nog eens even een verandering teweegbrengen. Degene die bovenaan hoorde te staan, stond er bovenaan. Ja. Tuurlijk, uh, heel mooi. Hoekstra, H Hessel was, was wel de, de revelatie van het concours. Ja, Hessel Hoekstra ja. met uh, Comtago VDL. Er sprong geweldig, dat paard, geweldig. Tien jaar oud. Ja, want hij heeft dat paard nog maar net overgenomen en het paard had ook nog nooit 1,60 gesprongen. Nee, en als hij het al gedaan had, dan is dat hooguit een keer een proef geweest. Mario Sanotelli reed dat paard voor hem. Mm -hmm. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij is me nog nooit zo opgevallen als dat hij nu, nu opviel. En in wat voor opzicht? Ja, gewoon de hele manier van springen: de, de boog, de controle, de balans. Ja, gewoon voorzichtigheid. Ja. Het was een heel compleet plaatje. En ook dus helemaal klaar voor dit niveau, heel duidelijk. Laat ik het zo zeggen, wel klaar voor voor, voor het NK. Maar of dat hij nu op het lijstje van, van bijvoorbeeld de Bondscoach komt te staan, dat denk ik niet. Die, staat, die komt wel op een ander lijstje te staan. Mooi opbouwen, we weten nu wat hij kan. Ja. En mooi in de luuten eens een keertje een jaartje lang al dat soort hogere proeven laten lopen. Dan heb je voor volgend jaar heb je wel een paard wat, wat je maakt. Parijs komt in mijn ogen te vlug. Maar misschien wel een, een landenwedstrijd. Oh ja, oh ja, absoluut. Ja, ja, zeker. En daar heb je dan ook weer verschillende in. Hè? Het, zal, het zal geen landenwedstrijd worden voor de, voor de league. Want die zijn er nog maar twee. Je hebt nog van die, van die tweede league heb je landenwedstrijden. De EEF is dat, denk ik. Ja, ja, precies. En je hebt ook nog genoeg landenwedstrijden die niet voor de, voor de competitie zijn, maar het zijn nog steeds goede landenwedstrijden. Ja, waar je goed kampioenschap kan oefenen en goed op dit niveau kan rijden. Ja, ja, geweldige hengst. En Hessel is gewoon een goede jockey. Superleuk. Als we even kijken naar de andere twee uh, mannen op het podium, laten we even met Jur Vrieling beginnen. Want dat is toch ook wel een prestatie met dat paard. Ja, Jur verbaast me niet in de, in de klassieke proeven, want zo had ik dat ongeveer wel ingeschat. Ja. Waar hij me verbaasde was de eerste dag in het jacht. Dat ja, want hij mooi. staat niet bekend als een snel paard, Jur. Nee, precies. Kijk, dat Jur snel kan zijn. Ja, dat is buiten kijf. Daar hebben we al zo vaak een voorbeeld van gezien. Maar. Jourdain stond niet echt bekend als, inderdaad, als een snel paard. Ja, maar hij was het wel. Jazeker, jazeker. En daar heeft hij ook de basis gelegd voor zijn bronzen medaille. Dat Jurk natuurlijk vlot rijdt, dat komt ook omdat hij het gevoel heeft dat hij het steeds beter begrijpt. Ja, dat het paard daar niet van in de war raakt. Nee, hij heeft natuurlijk een geweldige NK gedraaid. Ja. Hij maakt één springfout, een heel lullig foutje op een blokje van de muur. Um. Dan even naar de man van het moment, Willem Greven. Die heeft de hele winter en het hele voorjaar geprobeerd om maar vooral de verwachtingen niet al te hoog op te laten lopen. Maar ik geloof dat hij nu toch eindelijk ook begrepen heeft. Dat de uh, cat out of the bag is. En uh, dat we nu toch allemaal wel echt hoge verwachtingen van hem hebben. Want hij is al gewoon aan het inlossen. Ja, maar, 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 maar dat begrijp ik niet. Ik heb al tien jaar uh, hele hoge verwachtingen van Willem Greven. Het lijkt wel of de mensen zijn tijd vergeten zijn met Bol en al die andere paarden. Het lijkt wel of ze eigenlijk nu pas in de gaten hebben. Hoe goed Willem, Willem Greven kan paardrijden. Terwijl hij dat tien jaar geleden ook al kon. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Maar hij zegt dus de hele tijd. Nee, ik wil het er niet over hebben. Weet je wel zo. Nee, dat is ook wel een beetje bij, geloof ik. Ik weet precies hoe dat is. Zelfs al ga je erheen. Het is ook politiek correct. Wat moet hij anders zeggen? Van ja, ik voel me topvorm en ik weet zeker dat ik dat gewin. Het zal mij benieuwen wie tweede wordt. Ja. Dat, dat denkt hij wel, maar dat gaat hij, <laughs> dat gaat hij niet zeggen. Dat gaat hij niet <laughs> zeggen. Okay. Waarvan acte? Kun je eens even voor ons uh, schetsen, Marcel, hoe het kampioenschap verliep voor Willem Geven en Grandorado? Ja, uh, volgens mij wist Willem. Hoe belangrijk de eerste proef is. Dat zie je al de laatste jaren. Dat, die, dat jacht is, is van doorslaggevende betekenis. In het, in het verleden was het nogal vaak zo. dat. Uh, degene die voorop stonden in het jacht. zag je ja, in principe in de einduitslag. over het algemeen niet meer terug. Uh, dan kon je gewoon rustig nog kampioen worden als je vierde of vijfde was in het jacht. Maar dat is wel voorbij. De laatste jaren zie je. je moet echt ook dat jacht voorop rijden. Want de kampioen. Gaat gewoon niet één fout hebben, het hele concours. Nee. Ja, met, met, met die opdracht zag je Willem ook uh, het rijden. Die reed daar niet om, uh, om, om voor spek en bonen mee te gaan doen. Nee, om achtste te worden. Nee, die wilde echt gewoon die titel hebben. En da dat is ook waarvoor die zo reed in het jacht. Ja. En, en de manier waarop hij dat deed, maak, was echt indrukwekkend. Hij heeft het he hele concours, freewheelend uh, in principe alle, alle proeven afgelegd. En alle moeilijke opgaven die die parcoursbouwers hadden verzonnen, je zag het bij hem helemaal nergens terug. Moeilijke lijntjes, twee dubbelsprongen achter elkaar kwam, was toch echt een groot probleem voor velen. Ja. Bij, bij Willem gaat dat gewoon fluitend. Ja, en ook uh, dingen als kijkerige muren en grote sloten met een plank erachter, daar heeft Grandorado gewoon geen last van. Zeg nee, maar. nee, 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 nee. En ja, dat, dat heeft ook te maken met, met hoe die opgeleid is. Als je altijd. De goede afstanden krijgt en, je, en je, er gebeuren nooit gekke dingen, dan krijg je ook een paard wat helemaal nergens aan twijfelt. Je hoeft helemaal nergens aan te twijfelen, want zijn ruiter heeft hem al zo vaak naar, naar in is gereden, en er is nog nooit een probleem geweest. Dat is, dat is natuurlijk ook, ook met highway. Ja. Paarden hebben wel misschien in opleiding wat, wat er, probleempjes met, met, met de gehad, uh, uh -huh. maar dat is een normale fase. Maar ik bedoel. Die zijn nooit in hindernissen gevallen. En daar zijn nooit hele gekke dingen gebeurd. Uh, verkeerde afstanden waardoor ze vertrouwen kwijtraken. Ja, ja. Dat, dat, is de basis. dat is de basis. Ja, vind ik wel heel interessant. Ook, ook de, de tweede 1,50 wat hij reed. Mm -hmm. Ja, ik stuurde nog een berichtje, geloof ik, naar Rick. Rick Helmink. En ik zei van, als ik concurrentie was, zou ik nu bang zijn. Als ik zag met welk speelsgemak Willem daar dat 1,50 in de ronde reed. Hij springt een halve meter boven dubbelsprongen uit, waar andere paarden zich helemaal uit de naad moeten springen. En dan gaat hij tussendoor een keertje bokken en dan uh, is hij weer bij de les even later. Ja, Willem laat het ook precies toe op de momenten dat hij er geen last van heeft, dat hij weet dat hij geen last van heeft. Laat hij het dan ook gewoon doen. Ja. En dan naar de zondag, want dat was nog best wel zwaar. Je zag ook zeker in de tweede ronde aan een aantal paarden ook wel dat de, dat de pijp een beetje leeg was. Ja. En het woei en het was allemaal gedoe. Ja, ja, en er was er nog eentje die zo fris als een hoentje die, die, die twee ronden afwerkte. Dat was Scrandorado. Ja. Het was, uh, hij, hij, hij bleef omhoog springen tot de allerlaatste sprong. Had hij dan ja. een, een heel klein tikje. Had hij op, had wel een touché, ja. Ja, ja, ja. en ook op de planken was hij heel lichtjes, maar ja. Ik heb nog nooit iemand zien winnen met pech. Nee. Ja, ze hebben allemaal een tikje ergens hier en ergens daar. En dat je zegt, de ruiters weten dat zelf het beste, hè. Achteraf van goh, oe, daar had fout kunnen gaan. Dus ja, ja, oei, 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 ja. ja, precies, precies. Maar ja, het ging niet fout. Nee. Dus toen hadden we een podium op het NK met Willem Geven, Grandorado goud. Hessel Hoekstra met Comtago zilver. En Jur Vrieling met Jourdain VDL. Ik moet ook zeggen, Comtago VDL. Al brons. Dus dat waren drie hengsten. Van eigenlijk de twee grote supporters van de Nederlandse springsport, als ik het zo mag zeggen. De en... Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En Nijhof. Ja, dan hadden we nog een andere hengst, ook van Nijhof. Ja. Die had dan pech dat, dat hij uitgeschakeld werd omdat hij zich op de bal van zijn voet had gesprongen. Ja, dat was Hernandez. Hernandez, ja. Dus ja, daar had me niks verbaasd als, als de eerste vier paarden van die twee dekstations waren. Alhoewel. Ja. Leopold van Asten ook een heel erg sterke uh, NK ja, gereden. dat zag er heel mooi uit. Ja, die verpest het gewoon in het jacht. Dus die stond gewoon al op achterstand. Maar de laatste, laatste rondes gingen eigenlijk echt heel vlekkeloos. Hè? Ja, hij heeft twee fouten gehad in het jacht. Daar stond hij 38e. En vanaf dat moment heeft hij geen fout meer gemaakt. Hij is uiteindelijk vierde geworden met ja. VDL groep Iron Z. Ja, had, uh, uh, niet onverwacht. had ik ook wel bovenin uh, ingeschat hoor. Ja, Set is gewoon een paard ja, voorzichtig paard uh, die over dat soort proeven heen kan. Ja. En, en Leopold is gewoon een goede ruiter. Je wordt niet voor niks Rieke keer Nederlands kampioen. En ja, natuurlijk alles al meegemaakt. Nee, dat was goed. Toen ik het van tevoren met, met een collega over het NK had, toen uh, riep ik uh, heel uh, wild van, nou, ik uh, zet wel een fles wijn op uh, Michael Geven met Denver. Want die had ik toevallig een paar weken geleden in Riesenbeek zien rijden. Ja. Die zat uiteindelijk ook in de top 10. Dus er waren nog wel een aantal interessante combinaties die opvielen. Wie viel er jou nog meer op? Ja, verschillende. Uh, Matthijs van Asten <laughs> ja. met, met die Sirocco. Uh, Las Kerst ook met Funky Fred natuurlijk, ook weer een dekkengst. Wordt vijfde in het kampioenschap, maar ja, maakt ook één een, een springfout. In de laatste dag, in de tweede ronde. Ja, over drie dagen kampioenschap, vier rondjes. Sterke koers. Uh, Matthijs van Asten, hetzelfde verhaal, maakt één fout. Ja. Uh, Bas van der Aa met Gaan. Ja, was ook heel goed om te zien. Michael Greven ja, had, had twee fouten. Dus dan zit je alweer in, in, in de categorie daaronder. Ja, Pim Mulder. Pim Mulder ook, ook acht strafpunten. Maar wie ook erg sterk concours heeft gehad, is die jonge man Stijs, hè? Ja. Met die joviality. Ja. Die heeft één fout gehad in het tweede manje van, van het NK in de, in, van de laatste dag. Voor de rest alles nul, maar tijdfoutjes, niet te snel in het jacht. Nee. Tijdfoutje in het 1,50. Tijdfoutje in de eerste ronde van de, van de, van de finale dag. Ja. Maar een heel sterk concours. Heel makkelijk eroverheen springen. Joviality is eigenlijk, volgens mij, uh, heeft Leon dat paard altijd als, als een heel goed paard beschouwd. Ja. Toen werd hij ook opgeleid. We hebben ze al vaak kunnen verkopen. Heeft hij, heeft hij nooit gedaan, omdat hij zei van wacht maar af. Mm -hmm. Dat is een hele, hele goeie. Ja. Gewoon rustig afwachten, laten rijpen. Ja, dat, dat heeft Leon toch wel over zich. Uh, ik denk dat er maar weinig een paard zo lang de tijd geven om het te redden. als Leon. Als, als, als Stal Thijssen. Uh, en ook, ook heel lang nog de tijd geven om fouten te verbeteren. Ja. Dus paden die in het begin er niet op lijken. Ja, nou, dan komt ze uh, ook bij Thijssen natuurlijk. Komt er een moment van bepaalde paden te zeggen. Nou ja, oké, okay, die gaat echt niet meer aan de verwachting voldoen. Het is niet anders, we hebben het lang genoeg geprobeerd. Maar daar hoort joviality niet bij. Nee, maar dat is mooi om te horen. Maar dat is misschien ook wel... We hadden het straks over die, uh, over die dekhengsten. Die hebben natuurlijk ook nog een soort andere carrière... waardoor ze misschien wat langer de tijd krijgen. Of is dat niet zo? Uh, of dat zo is, weet ik ook niet. Er zijn niet zo heel veel hengsten... die ook rendabel zijn wat dekkerij betreft. Helemaal nee. niet tegenwoordig met, met de tijd van XC... en van alles wat meer zij kiezen ze heel veel voor dezelfde, voor dezelfde hengsten. Ja. Uh, dus als je nu kijkt op veilingen... Ja, een, heel, een heel groot deel van die paarden... Dat zijn allemaal van, van dezelfde hengsten. Er is nog weinig ja. variatie. Dus dat betekent dat heel veel andere hengsten... gewoon weinig te doen hebben. Ja, dus dan is het eigenlijk al een voorwaarde... is het eigenlijk eerder andersom dat je in de sport gewoon heel goede prestaties moet hebben... voordat je in de dekkerij ergens komt. Ja, ja, ja. En, en nou denk ik dat bij Leon op stal... kijk, die fokt natuurlijk zelf ook flink wat. Leon Theijsen, ja. Dus voor hem is Joviality uh, gewoon een goede hengst. Dat is net als Kidam, hè. Daar gaan heel wat fotootjes van komen die enorm gewild zijn. Ja. Gaan, gaan niet te koop zijn, maar ze zijn, gaan enorm gewild zijn. <laughs> nou ja, dan kunnen we ons geld ook weer in onze zak houden, Marcel. Ja, zo is het. <laughs> zo is ja. het. Hey, um, we hebben het al gehad over wat opvallende combinaties en over de drie toppers bij het NK. Twee maanden geleden hadden we ook een gesprek samen in deze podcast. En de um, vroeg ik aan jou: wat zou jij nu zeggen als jij in de schoenen van de bondscoach stond? Wie komen er bovendrijven? Is daar al veel in veranderd? Nee, volgens mij niks. Het is eigenlijk bevestigd. Ja. Michael van der Vleuten en, en, en Harry Smolders konden hier niet beoordeeld worden. Nee. Maar die hoeft ook niet beoordeeld te worden, want we weten gewoon, die staan buiten kijf. Ja, Michael had uh, zijn derde paard denk ik bij zich, of vierde paard. Ja, hoe je het noemt, ik denk dat dat ook wekelijks verandert, maar derde of ja, vierde nee, paard. Ja, maar in ieder geval, het waren, het waren niet zijn toppers. Nee, en Harry Smolders had Mr. Tak bij zich en die heeft hij nog maar net. Dat ging eigenlijk best goed, maar er zat nog wel wat afstemmingsproblemen. Ja, en, en als je de carrière bekijkt van Mr. Tak, dat is een heel veel winnend paard. Ja. Maar, maar dat is geen kampioenschapspaard. Want er zijn heel weinig concoursen dat hij bijvoorbeeld alle dagen nul liep. Wat wel gebeurd is, dan heeft hij de eerste dag heeft hij twee fouten. Dan loopt hij nul. En de grote prijs wint hij. Zo eentje is het er wel. Maar voor een kampioenschap met een landenwedstrijd ervoor. Ja, ja daarvoor toen uh, Harry dat, dat jacht won. En Willem Tweede werd, wist ik. Ja, niet, niet 100% zeker, maar wist ik uh, vrij zeker dat Willem dat zou gaan winnen. Ja. Die, die, die tak zou ergens een fout gaan maken. Uh, en te meer omdat hij, hij, ik vind dat hij nog niet de juiste boog heeft die ik denk dat, dat Harry graag zou willen. Hij heeft een neiging om nogal naar voren te springen. Mm -hmm. uh, ja, hij moet toch iets meer omhoog gaan springen. Ja. Denk ik. Maar goed, in ieder geval natuurlijk uh, heerlijk baat op de bijt hebben. Je zal ermee gestraft worden. <laughs> maar niet voor een kampioenschap. Niet voor een kampioenschap. Wel nee. een heel fijn, uh, heel fijn wedstrijd. Ja, maar. dus dat betekent die twee konden niet beoordeeld worden. Nou, Willem heeft gewoon bevestigd. Ja. En Jurgen heeft bevestigd. Ja. En dan is Hessel, uh, ja, die, die heeft zich laten zien. Ik ben er ook, ja. die hebben de deur geklopt. Maar Le Leopold heeft zich ook bevestigd. Ja. Dus ja, er is weinig veranderd. Uh, hoe goed die anderen ook reden. Uh, je moet wel heel goed rijden, wil je die drie, vier van die positie stoten. Ja. Dus we gaan eigenlijk, uh, zoals het nu lijkt, met een vrij voorspelbaar team naar Parijs. Daar komt... Nu wel, ja, maar we oh, oh, wachten oh, zijn... maar We zijn er nog lang niet, hè? Ik denk 95 dagen nog, hè? Ja, het is nog heel lang, ja. Ja, nou is het, nou is het wel zo natuurlijk, 95 dagen voordat ze binnenrijden. Ja. Maar een maand van tevoren is echt wel bekend wie, wie het team is. Dat klopt, en we hebben natuurlijk ook, dat geldt dan in elk geval voor Willem geven. die heeft gewoon twee paarden waarmee hij dit kan. Ja, nou schat ik toch in. Ik denk dat hij toch met Grandorado, als hij de keuze heeft, ja. denk ik dat hij Grandorado gaat kiezen. En ik denk dat Grandorado net wat makkelijker een hele flap vermogen erin heeft dan Highway. Highway is, is een doener, die, 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 een vechter. Uh, die geeft alles om eroverheen te komen. Ik vind ook dat uh, Grandorado, ja, springt geweldig, geweldig. Wat ik zo mooi vind is dat er staat een combinatie, uh, Oxenstijl. En die staat een beetje kort. En dat zeg je ook bij, de meeste, bij, bij veel combinaties. Die komen daarin. en die paden moeten echt vreselijk hun best doen. Om weer omhoog te komen. Ja, de precies. Greven weet het zo voor elkaar te krijgen. dat hij daarin komt. en dan heel rustig verder galopeert. waardoor die niet meer dicht komt op die stijlsprong. en die knol weer gewoon heel mooi en er, makkelijk eruit kan springen. Ja, ja dat is het verschil. Dat, dat is nou gewoon het verschil. Nou. We gaan het nog een keer terugkijken, denk ik, Marcel. Ja, leerzaam. Heel leerzaam, zeker. Het was natuurlijk niet alleen het NK voor de senioren, maar ook uh, de children, de junioren en de young riders hadden een NK. Daar hebben we toch ook wel leuke dingen gezien. Wat, wat viel jou op bij de jeugd? Ja, viel ja, ja jou op? ik heb uh, de, de jeugd heel, uh, heel intensief gekeken. Uh -huh. Er liep ook nog een paard mee bij de children waar mijn dochter mee rijdt. Oh, wat leuk. Met Amy van der Pol. Bij de Children heb ik uh, echt vier, vijf hele fijne ruiters gezien. Gewoon, die, die kunnen gewoon goed paardrijden. Liv Linsen, daar ja, hoeft het niet over te hebben. Meisje wint 1,40 al. Stella ja. is hetzelfde verhaal. Joep Schaap kan ook een potje paardrijden. Hij had een moeilijk paard, maar hij weet het allemaal onder controle te krijgen. Michael Leusink kan ook heel fijn rijden. Nee, de, de, wat de children betreft ziet het er goed uit. Liv Linsen wint dat, uh, wint dat kampioenschap dan uh, in de barrage. Ja. Ze, ze zaten met z'n vieren nog in de, in de barrage. Uh, Stella Heiligers met twee paarden. Stella reed uh, wel, wel de, de snelste tijd met, 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 met haar tweede paard in mm -hmm. de barrage. Maar ja, ik kreeg een fout de laatste. Dus zo, uh, zo doen de Liv Linsen uh, het goud, ja. Stella zilver en uh, Joep Schapen uh, werd derde. Ja, als we dan doorgaan naar de junioren... Ja, bij de junior ook. Allemaal de verwachte namen kwamen ook hier weer naar voren. Vos stond met kop en schouders boven de rest. Ja, die had echt met overmacht gewonnen geloof ja, ik. Ja, ja, met twee paarden. Met één paard had hij dan een fout in de tweede ronde op het einde. Mm -hmm. Dus hij rijdt acht rondjes, uh, waarvan 7-0. Ja. Hij was ook eerste en tweede. Het is dat je geen twee medailles mag winnen. Maar anders zou hij goud en zilver hebben gewonnen. Dat is heel knap. En Joni van Zandvoort, ja, die kennen we ook al jaren natuurlijk. Al vanaf de Children, goed gereden, één fout in de, in de tweede omloop van de finale. Milan Mosinkov, ik weet niet hoe het kwam, of het een nervositeit was of, of, of een, een miscommunicatie met zijn paard. Maar ja, die, die verliest dat in de eerste ronde van, van de finale, van de laatste mm -hmm. dag. En dan krijgt hij acht strafpunten. Maar ja, hij rijdt ook voor de rest. Een foutloos concours. Ja. En bij de Young Riders was eigenlijk een junior die won, hè? Ja, ja, viel me niet mee, de jongrijders, moet ik heel eerlijk zeggen. Oké. Okay. Daar had ik meer van verwacht. Ja. Uh, als je ziet het aantal fouten dat daar gemaakt wordt en de sporadische foutloze parcoursen. En hoe kwam dat? Was het te technisch voor ze? Uh... Nou, nee. Uh, uh, het mag niet technisch te moeilijk zijn. Dit, dit zijn allemaal uh, ruiters die, die, die 18 jaar, of ze, van 16 tot uh, 21. Het staat nog steeds 5 centimeter of 10 centimeter lager dan het EK, hè? Mhm. Mm dus als je dat gaat bekijken, ja, dan, vind ik het, dan, dan is er nog heel wat werk aan de winkel voor uh, Vincent Foren. De bondscoach? Ja, Matt Eiland. Die zag eruit alsof hij met twee vingers in zijn neus dat, dat kampioenschap ging winnen bij de jongrijders. Ja. Mocht twee fouten maken in de, in de laatste manche van de finale. Ja, en krijgt dan drie fouten. Ik kan niet zeggen dat die jongen iets verkeerd heeft gereden. Hij reed gewoon netjes naar die hindernissen. Maar ja, het mocht niet zo zijn. Het mocht gewoon niet zo zijn. Dan kom je toch weer terug op wat we net zeiden van, ja, je moet ook een beetje geluk hebben. Ja, maar zo is het, zo is het. Alleen, dat kan één of twee ruiters gebeuren. Ja. Maar als, als je dit optelt bij elkaar, stel voor, je neemt nou die vier beste van de jongrijders. En je telt die strafpunten bij elkaar op. Ja, dan heb je een berg, daar kom je in de landenwedstrijd straks op een EK, word je daar twaalf of veertien mee. Ja. Dus ja, dat, daar, daar is nog wat werk aan de winkel. Dat is de enige categorie waarvan ik zeg, terwijl er hele goede jockeys bij zitten, Sibbe Leemans. Kan echt een potje paard rijden. Die had gewonnen. maar bokken kan echt wel paard rijden. Mart Eiland, precies hetzelfde. Fint Boerenkamp kan ja. echt wel paard rijden. Die jongrijders is wel, moet ik erbij zeggen, uh, daar verkijk je je wel een beetje op. Want er zijn ook nog een paar jongrijders die rijden met hun beste paard al in het seniorenkampioenschap. Ja. Dus een volledig beeld, het vertekent wel een beetje. Dat is inderdaad denk ik wel een belangrijke aantekening. Want op het moment dat er een EK komt, dan rijden zij wel weer mee in het Young Rider Team. Ja, dan, dan nemen ze wel hun beste paard mee. Je gaat niet naar het EK en je wil geen kampioen worden. En kampioen nee. worden je met je beste paard. Ja. Dus over het algemeen, uh, Marcel, een hele mooie sport. Een fantastisch podium. Ja, en veel kwaliteit. En de, de, bij de jeugd over het algemeen hele positieve indruk. Zullen ja, we het zo ja. samenvatten? Ja, absoluut. absoluut. Met, een, met een aantekeningetje... dat bij de jongrijders kan er een tandje bij. Oké. Okay. <laughs> bij deze jongens. Ja, precies. Wat staat er deze week in de paardenkrant? Naast natuurlijk de verslaggeving over alle kampioenschappen... op het NK Springen van afgelopen weekend... ook fokrijnieuws, tuigpaardconcoursen, het Oranje Concours... waar zowel KWPN'ers als Friese aan deelnamen, een... Van de tuigpaarden, een verhaal over de familie Post, enthousiaste fokkers van zowel spring- als dressuurpaarden, en ook een interview met Emily Scholtens over onder meer Indian Rock, waarmee ze in Fontainebleu was afgelopen weekend, en met Henny Roffel die met de Friese hengst Remy Martin heel goed scoorde in de lichte tour op het CDI van Hagen. De kettingbrief is van Marion Schreuder. Zij gaat opnieuw in op de opleiding voor ruiters en dan ook de ruiters die de paarden weer op moeten leiden. Daarover hebben we al een aantal weken discussies in de kettingbrief in de paardenkrant. Dus dat is ook interessant om te lezen. Marcel, herken jij dat? In de paardenkrant gaat het op dit moment steeds over dat het zo lastig is om opleiders voor jonge sportpaarden te, te vinden. Dat dat steeds moeilijker wordt. Herken jij dat of zie jij dat Ja, ik herken dat. En ik ben daar toevallig mijn keek op de week, zeg maar. De weekcolumn die ik schrijf. Ja. Daar heb ik dat toevallig als onderwerp. Oh, kijk. Nou. Dat is, heb je stiekem achter de schermen gekeken? Nee. Nee hoor. Ik heb niet jouw computer gehackt, voor zover ik weet. Maar hartstikke goed, dat sluit daar dan heel mooi op aan. Dat is inderdaad wel iets, er is ook een verklaring voor. En als de mensen dat willen weten, dan moeten ze het stukje lezen. Ja, dan kunnen ze jouw column uh, straks lezen op Horses Premium. Ja, precies, zo is het. Dan gaan we even naar de agenda voor komend weekend. Qua dressuur staat het CDI in Exlo op het programma. Dat is geen observatie, wel een internationale dressuurwedstrijd. We zien daar in elk geval op de startlijst Hans-Peter Minderhout met Glocks Toto, Marlies van Balen. Met Go Legend en met Habibi, die we sinds het CHIO in Rotterdam vorig jaar niet meer gezien hebben in de wedstrijdring, er zijn ook nog een aantal andere interessante combinaties. Diederik van Silfhout is daar, Emily Scholtes is er met Desperado. En ja, Edward Gal staat niet op de startlijst, maar eigenlijk verwachten we hem wel. Dus we zijn heel benieuwd of hij daar aan de start gaat komen met Clock's Total US. Dus daar houden wij u natuurlijk van op de hoogte via onze website. Er is nog meer dressuur dit weekend. In Frankrijk Compiègne met veel jeugdruiters, maar ook een Nations Cup-wedstrijd. Daarin komen voor Nederland aan de start Dinja van Lieren met Vita di Lousso, Denise Nekeman met Boston en Karen Nijveld met Elisias. Dus dat is ook interessant om in de gaten te houden. Heel veel springen ook dit weekend, Marcel. Ik weet niet of je de agenda al gezien hebt. Ja, ja, zeker, ja, zeker. We krijgen het heel druk. Winzer, vijfster ster, met ja. onder andere Harry Smolders, Michael van der Vleuten en Louis Joppe. Ja. Mooi concours altijd. Ja, geweldig, geweldig. In de tuin van de Koningin. Ik heb er, ja. ik, ik heb er zelf gereden. Zo'n mooi concours. Heel bijzonder. En die Engelsen, je merkt het ook, daar. heel veel respect daar, hè. Met op de achtergrond het paleis, ja, fantastisch, fantastisch. En heel enthousiast publiek ook, hè? Ja, tuurlijk. Pa padenvolk, Engelsen Engels en Paden. Oh. Ja, precies. Dus dat was wel even het papierwerk waard, waarschijnlijk, voor uh, die drie Nederlanders die daar naartoe gaan. Ja, dat is natuurlijk tegenwoordig, hè? Met die grensoverhouding. Ja, Brexit, Brexit is dat wel een heel gedoe tegenwoordig. Ja, ja. ja. Nou, verder nog een heleboel andere springconcoursen op het continent. Ik noem er even een paar. in Vierster in Kanteleu. Een drie ster in Mannheim, in Riesenbeek wordt gesprongen, in Opgrabeek wordt gesprongen. In Oostenrijk is er een Nations Cup voor allerlei jeugdspringruiters. En in Ermelo, in eigen huis, is ook nog een twee ster. Dus uh, maak vooral uw keuze en kijk wie u wil volgen. Ja, en, uh, en we hebben natuurlijk de Global Champions Tour in China en Shanghai. Hè? Ja, daar hebben we weer een Nederlandse damesdelegatie. Ja, Sanne Thijssen en Kim Emmen. Ja. Ze doen het goed, de dames. Ja, de vorige keer was het ietsje minder in Mexico. De Iron Dames, hè? Nee, heten ze. Ja, de Iron Dames. We gaan zien wat ze daar allemaal weer voor elkaar gaan krijgen. Dus dat is allemaal ontzettend leuk om te volgen. Er is ook trouwens nog veel eventing, vergeet ik bijna te zeggen, in uh, Jardy, in Sopot en in Münster. Dat was het voor deze week. Bedankt weer, Marcel. Graag gedaan. We gaan allemaal jouw uh, stukje, jouw column lezen over het opleiden van ruiters. Jij bedankt voor het luisteren. Je kunt alles wat we besproken hebben terugvinden op Horses Premium en in de paardenkrant van deze week. De links staan in de show notes bij deze podcast. Vergeet vooral niet om je ook nog te abonneren in je favoriete podcast-app. En geef ons ook een keertje een duimpje of een hartje. Dat vinden we ook leuk. Dit was de week van Horses. Tot volgende week. Dit was een podcast van horses.nl en de paardenkrant.